En mijn vrijheid heeft mij 15 jaar gekost op mijn leven. Ja? Ik ben zo belemmerd door de islamitische mensen, ook door de Marokkaanse mensen. Hè? Want ik behoor tot eerste generatie. 15 jaar heb ik erover gedaan om te zijn waar ik ben. En toen ik dus was waar ik was. He, dus daar heb ik eigenlijk alles overwonnen. Mijn moeder, mijn vader, mijn familie, mijn schoonvader, hele alleen daaromheen. Toen kwam ik in de witte wereld en toen ben ik weer begonnen. En toen zei ik, oh, je bent anders. Oh, mag je dat voor je man? Mag je dat? Dus mijn hele leven is gewoon keihard aan het werk geweest. U was altijd anders? Ik was altijd anders. Ja, echt gewoon anders. Klein fragment. De eerste dag dat ik dus ging met mijn collega op de werk wat drinken, was het 11 uur. Mijn pieper ging af. Mijn mama vroeg waar je was. Mijn collega had gezegd, moet je niet naar huis, want je hoort hier niet te zijn. En toen de volgende dag was ik pas om 2 uur thuis. En zo ging het iedere keer door. Hè. Dus ik heb me altijd moeten laten zien dat ik dan eigenlijk erbij hoor. Dit is toch prachtig? Jean Dome. Ik luister hier gewoon naar een vechtjas die zelfbewust is. Ja. Ja, nee, en die een bedrijf. Verbouwd. Ja. En, dat is en ik vind echt familiebedrijven, hè. We hebben er bijna 300.000 in Nederland. Ja, ja, je kan het belang daarvan niet genoeg onderstrepen. Ja.